allemaal, welkom bij dit nieuwe filmpje. Het is alweer 2 dagen later dat ik naar Opeka ben geweest. En ik heb een beetje gekocht, heel veel. Heel veel heb ik gekocht en ik ga gewoon één voor één even laten zien. En jullie hebben net al de beelden van de winkel gezien. En wat ik heb gekocht denk ik. En als eerst heb ik deze, de Tomahawk. En dat is een klein vuurpijlenpakketje. Kijk, ik zal er eens eentje uithalen. Met kleine vuurpijltjes. En ik vond ze wel grappig. Kijk. Ze zitten helemaal gevuld. Ze zitten echt helemaal tot in de dop gevuld. Dus die zitten goed vol. En dan zal ik er even het volgende erbij pakken. Als dit erin past. Ja, dat is... Het volgende is, dat wou mijn vader hebben. En dat is een soort Lucian. Kijk, Lucian. En dat is een soort Romeinse kaars. Kijk, Romeins vuurwerkbatterij van Romeinse kaars. En er zitten, kijk, bijna 200 gram in. En iets van 288 schoten. Dus dat is ook wel leuk. En we hebben hier de Pirate 100. Kijk, er zitten 100 in. Kijk, allemaal strijkertjes, strijkerkopjes. En morgen is het oud en nieuw, want het is 30 december vandaag. Dus 2 dagen later nadat ik het in de winkel heb gehaald. Maar ik heb heel veel video's opgenomen met een vriend van mij. Dus die komen ook nog online allemaal. En er komt nog een complicatie aan. Super. En daarna heb ik de Spanish cracker, ja. En ik ga hem even openmaken voor jullie. Kijk. Het zijn zulke kleine dingetjes. Het zijn een soort kleine vlindertjes. Die zitten er heel veel in. Dus die heb ik ook daar gekocht. Leek me wel leuk. Dan hebben wij een hele grote ratelband. Of ratelding. Of zo. En die zagen we bij die zag ik bij Extreme Rides. En die was wel goed, zei die dus. Daarna hebben we hem ook gekocht. Alle dingen uit allemaal. Dat is niet goed. Nou ja. Zo. Het is tenminste een hele grote ratelband. Van het merk. Het is een piano cracker en van het merk Pyrostar. En dan hebben we op laatste een hele grote pot, de Extreme 1000. Extreme 1000, zo hoe je dat ook wilt noemen. En ik zit even te zoeken naar een merk. Maar volgens mij is deze niet een merk. Ik zie tenminste geen merk ergens op staan. Hier ook niet tussen. Dus dit wel een CE-keurmerk. Zie ik Capelle gemaakt. Oh ja, Pyrostar. Kijk hier, het heel klein zie je ze. Pyrostar, heel klein. Maar dat was het dus mensen. Ik hoop dat jullie deze video weer leuk vonden. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei!